Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 19 oktober van Weerplaza. Het was vandaag een fraaie herfstdag met veel zonneschijn, weinig wind en vanmiddag 14 graden op de Wadden tot 17 in Maastricht. Het weer wordt voorlopig nog bepaald door een hoogdrukgebied dat bevindt zich op het moment boven de Noordzee, maar verplaatst zich van het weekend naar ons land en daardoor staat er van het weekend weinig wind. Vanavond valt de wind al weg, er zijn brede opklaringen en de temperatuur ligt tussen de 9 graden in Groningen tot 12 in het zuiden van het land. Vannacht koelt het behoorlijk af tot net iets boven het vriespunt in Groningen en 6 graden langs de kust. Lokaal is kans op vorst aan de grond en later vannacht en morgen vroeg ontstaat plaatselijk mist en komen lage wolken voor. De dag begint morgen koud. Met temperaturen zo rond een graad of 5. Smiddags warmt het op naar 14 graden in het noorden van het land tot 16 in het zuiden. En de zon die schijnt de hele dag geregeld. Al zijn er in de vroege ochtenduren wel wat meer wolken in het noorden en valt er mogelijk een enkel spatje regen of motregen, maar veel stelt dat niet voor. Op zondag krijgen we ook een fraaie herfstdag met veel zonneschijn. S ochtends is het wel nog koud. Maar smiddags is het aangenamer met 16 of 17 graden en niet al te veel wind. Op de zondagavond neemt de bewolking toe. En in de nacht naar maandag gaat het van het noordwesten uit regenen. En maandagochtend is het vooral nog nat in het zuidoosten van het land. In de loop van de maandag klaart het weer op, maar een enkele bui is niet geheel uit te sluiten. En met. Meer wind vanuit het noordwesten en smiddags 13 tot 15 graden is het minder warm dan we tot nu toe gewend zijn in oktober. Dinsdag blijft het de hele dag bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen of motregen. En dan wordt het maximaal 14 graden en waait het stevig vanuit het noordwesten. Maar eerst krijgen we nog een fijn weekend met veel zonneschijn, weinig wind en smiddags 16 of 17 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.